De start is gevallen. Barolo Blue aan de binnenzijde doet mee aan het duel om de leiding. Booster de Trianon gaat een tikje harder en een paar mispasjes voor de nummer 4. En die wordt door Jeroen Engwerda naar de buitenkant genomen. Is de loop even helemaal kwijt en zo gaan de paarden de bocht in. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Paarden gaan de eerste bocht door en Booster de Trianon heeft de leiding. Op de tweede plaats daarachter Barolo Blue. Derde plaats is voor Samson Ris. Vierde ligt DJ. Vijfde Chumba Woomba TC. Eerste paard aan de buitenkant gaat nu iets naar voren. Is Excellent Legume. Achter hem aan gaat Albert Schermer. En daarachter aan de relingzijde volgt Casavon. Twee lengte daarachter is het Budweiser DF. En achter Budweiser DF de uitgeschakelde deelnemer. Paard op weg naar de linkerbocht. En het tempo blijft redelijk hoog vooraan. Tempo dat gemaakt wordt door Booster de Trianon. Daarachter ligt de favoriet Barolo Blue. En daarnaast komt nu de tweede favoriet, Excellent Legume. Rob van Toor is vroeg in de voorhoede beland. En probeert nu ook de leider op te gaan zoeken. En dat gaat hij op dit moment doen halverwege de linkerbocht. Leider is nog altijd Booster de Trianon. Schoonover wil die leiding wel graag houden. Maar Excellent Legume ligt er inmiddels schuin naast. Daarachter aan de relingzijde krijgt een koers op maat. Maar altijd riskant natuurlijk. Kun je er wel uit, kun je er niet uit. De favoriet Barolo Blue. Rest van het veld nu ook daar vlak achter. DJ ligt er mooi bij in het tweede spoor. En daarachter aan de relingzijde Samson Ris. Daarachter in het tweede spoor Albert Schermer. Ook in het tweede spoor Casavon. Ook in het tweede spoor Budweiser DF. Zo gaan ze de laatste ronde in. Booster de Trianon gaat onverdroten door. Aan de buitenzijde schuin daarnaast Excellent Legume. Van Toren is volledig tevreden met zijn positie. Heeft het gevoel dat hij de handen nog meer dan vol heeft. Daarachter aan de relingzijde heeft dat zeker ook Rick Ebbingen. Maar die kan geen kant op met Barolo Blue. Dan DJ. Dan Samson Ris die vastzit. Daarachter Albert Schermer. Door je weer trekt al een beetje aan de rechterlijn. Dan denk je dat hij zometeen wel zal gaan. Gaan we zometeen zien, want we gaan de rechterlijn overzijde in. En daarachter aan de relingzijde Chumba Woomba TC met daarnaast Casavon en Budweiser DF. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Tempo vooraan gaat duidelijk omhoog en de galoppaarden van DJ. Uitgeschakeld, nummer 9 galop. Komt ook ruimte nu voor Barolo Blue. Die gaat naar het tweede spoor op de rug van Toren. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Booster de Trianon, Excellent Legume, daarachter Barolo Blue en daarachter Samson Ris. Dat zijn de eerste vier. En zo gaan ze de laatste bocht in, waarbij Booster de Trianon nog ijzersterk gaat. Booster de Trianon heeft een lengte, ruime lengte, pakt ietsje meer en is halverwege de laatste bocht. Barolo Blue nu naar het derde spoor, Samson Ris naar het vierde spoor. En daarachter aan de relingzijde Excellent Legume. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn met Booster Trianon, Barolo Blue aan de buitenzijde. Daar komt ook Samson Ris mee. En nu liggen ze met z'n drie op één lijn en springt Booster de Trianon weg. Samson Ries aan de buitenzijde of Barolo Blue. Barolo Blue aan de binnenkant gaat steeds harder. Gaat steeds harder. Gaat hij hard genoeg? Hij gaat naar de streep en hij is net op tijd. Barolo Blue voor Samson Ries en Excellent Legume. Scheelt een neusje, gooit u geen tickets weg.